Hallo allemaal, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Mr. Rhino en vandaag is het maandag. Vandaag is het begin van een nieuwe werkweek. Dus we gaan proberen om deze werkweek weer goed in te vullen. In ieder geval, tijd om wat nieuws te gaan lezen. De 50-jarige Nederlander die zaterdag werd opgepakt als verdachte van het doodrijden van een gele hesjesdemonstrant in België blijkt niet betrokken te zijn geweest bij de aanrijding. Hij is niet langer een verdachte in de zaak. De vrachtwagenchauffeur uit Dong is zondag op last van de onderzoeksrechter in vrijheid gesteld, meldt de politie maandag. De vrachtwagen die vanwege het onderzoek in beslag was genomen is teruggegeven aan de eigenaar. De man werd zaterdagavond aangehouden in de buurt van Tilburg. Dit gebeurde een dag nadat een 50-jarige demonstrant om het leven kwam bij een wegblokkade van de Belgische gele hesjes. De aanrijding met een vrachtwagen vond plaats bij de Belgische plaats Vissé op de snelweg richting Maastricht. Ooggetuigen melden aan Belgische media dat de desbetreffende vrachtwagen werd tegengehouden door twee demonstranten. Omdat de chauffeur wilde doorrijden, besloot het voor een slachtoffer voor de vrachtwagen te staan. Hij tikte met een sleutel op de ruit van de wagen waarop de chauffeur gas zou hebben gegeven. De actievoerder kwam onder de vrachtwagen terecht doordat hij uitgleed, aldus de ooggetuigen. Andere gele hesjes vroegen de chauffeur zijn vrachtwagen iets verderop stil te zetten, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. De vrachtwagen reed door richting Nederland. Het parket van Luik meldde afgelopen weekend dat de chauffeur verdacht wordt van opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Eerder ging de politie nog uit van een ongeval. Eens kijken wat deze twee nu-jij-reageerders vinden. Oh, nu zijn het er 12. Maar in ieder geval, laten we een paar reacties gaan lezen. Pipo de C vraagt antwoord. Dit vraagt om uitleg. Is de verkeerde vrachtwagen gezocht? Bertie P antwoord. Ik begrijp het verhaal niet helemaal. Is er de verkeerde opgepakt? Of is hier sprake van een tragisch ongeval en is het niet aan de chauffeur te wijten? Blokkades van snelwegen blijft een gevaarlijk middel. Zowel voor de demonstrant als ook voor de weggebruikers. Daar ben ik het mee eens. Ik bedoel, het is prima dat je wilt demonstreren tegen iets. Maar om daarvoor nou een snelweg te blokkeren gaat mij net een beetje te ver. Want net zoals Bertie P. zegt, dat is gevaarlijk voor zowel de demonstrant als voor de weggebruikers. En dan kunnen er doden vallen, zoals deze demonstrant die is omgekomen doordat die werd geschept door een vrachtwagen. Gerard van Wil geantwoord. Het lijkt er dus op dat die demonstrant zijn dood voornamelijk aan zichzelf te wijten had. Anne B. antwoordt hierop. Gas geven als er iemand voor je vrachtwagen staat is de schuld van de voetganger. Pipo de C. antwoordt hierop. We weten niet of er gas is gegeven. We weten niet of de demonstrant is gezien. De gemiddelde chauffeur rijdt niet voor de lol iemand dood. Edwin Koers antwoordt hier weer op. De chauffeur werd van de zijkant bedreigend op zijn raam getikt. Gaf gas en toen gleed het slachtoffer pas uit. Althans, dat is de Belgische versie. Het is toch ongelooflijk, antwoord.
Exact. Vanuit de cabine kan je niet zien of er iemand van opzij uitglijdt voor je auto. Hoe is dat de schuld van de bestuurder? K9 antwoordt, voetganger. Washandje antwoordt, godzijdank. Wist wel dat er niks klopte van het verhaal. Hoop dat ze voortaan van de snelweg afblijven. Bulletje 42 antwoordt hierop. U kent deze chauffeur persoonlijk? Of u gelooft nog steeds dat NL-chauffeurs nooit een ongeluk meemaken? Normaliter bij een artikel over files slash ongeluk op de Nederlandse wegen staat het hierop. Nu jij vol met verwensingen naar deze mensen. Maar omdat het slachtoffer een geel hesje droeg, bagatelliseert het u het. Wat er ook geschreven wordt, we praten over een dode. Of dit door opzettelijk doorrijden gaat of door een tragisch ongeval laat ik nog in het midden. Maar uw reactie is domweg misselijkmakend. Ik hoop dat ze volgende keer wel de juiste personen aanhouden en verhoren, zodat deze zaak afgesloten kan worden. Washandje antwoordt, ik was erbij. Wat is jouw probleem? Het was een heksenjacht geworden op de chauffeur puur om iemand de schuld te geven. De getuigen hadden steeds andere verhalen terwijl er van het begin al duidelijk was wat er gebeurd was. Dus ga weg met je hele misselijkmakende onzin. Het enige misselijke hieraan is dat iemand zo stom is om op een snelweg te gaan staan. Aralis Perre Naturalis antwoordt. We praten over een onnodige dode door een onveilig protest. Pipo de C antwoordt hierop. Toch liever iemand die er zelf voor koos om zo te protesteren dan iemand die gewoon zijn werk doet of voorbij rijdt. Vliegenvanger antwoordt, waarom zou er niks kloppen van het verhaal? Er zijn meerdere varianten op dit verhaal. Als de chauffeur doorrijdt is dat strafbaar. De getuigen die het hebben zien gebeuren zullen de waarheid boven water brengen. Laten we dat eerst maar eens afwachten. Ja, Rhino, zoals ik zei, het is goed dat mensen zoals die gele hesjes demonstreren voor waar ze in geloven. Maar om daarvoor een snelweg te blokkeren, dat is heel dom en heel gevaarlijk. Want dan kunnen er doden vallen zoals wat deze demonstrant is overkomen. Nou goed, als ik verder nog wat te melden heb vandaag, dan laat ik het jullie weten. Weet je wat bullshit is? Honden. Wil je weten waarom? Omdat die bekutbeesten te neigen om weg te lopen van huis. Oké. Dus minstens één huishouden in iedere straat in Nederland heeft vast en zeker wel een hond. Vaak nemen mensen een hond in huis wanneer het een puppy is. Zo van, oh, kijk naar die lieve kleine puppyhond. Kawaii. Ja, wanneer ze puppy's zijn, zijn ze lief, schattig en knuffelig. Maar wanneer ze ouder worden, zijn ze een pijn in de reet. Je moet ze uitlaten, ze scheidt overal en je moet het achter ze opruimen. Ze maken alles in je huis kapot. Ze maken alles vies met hun smerige poten. En zoals ik zei, ze hebben ook de neiging om weg te lopen of te ontsnappen als je even niet oplet. Het kan zijn dat de hond per ongeluk of opzettelijk ontsnapt. Of hij loopt om een andere reden weg. Ik weet het niet. Maar dan gaan de hondeneigenaren naar die kutbeest op zoek.
Ze gaan fluiten om te kijken of dat fucking beest erop zal reageren. En het irriteert gewoon de pis uit me. Ik heb een idee. Stop de hond in de pot. En koop een goudvis. Want ik kan je garanderen dat een goudvis niet zal ontsnappen. En nooit weg zal lopen van huis. Als jij honden leuk vindt, vind ik dat prima. Maar ik vind honden niet gewoon bullshit. Ik vind ze fucking bullshit. Zo, het zit erop voor deze vlog. Het is weer een lange dag geweest. Heb lekker gewerkt en lekker gegamed. En dan gaan we nu zo lekker slapen. Dus dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem tof. Vergeet dan niet even een reactie achter te laten. Geef even een blauw duimpje omhoog, zodat ik meer digitale heroïne kan snuiven. En abonneer gelijk op mijn kanaal hier beneden. Like even mijn Facebookpagina. Op Facebook ben ik te vinden als Mr. Rhino. Dan blijf je op de hoogte van eventuele dingen die ik daar plaats. En volg me op Instagram. Op Instagram ben ik te vinden als Alex Neushoorn. Dan blijf je op de hoogte van dingen die ik daar plaats. Kijk elke vrijdagavond naar The Voice of Holland op RTL4. Super muzikaal programma. Erg leuk om naar te kijken. En kijk elke zaterdagavond om 8 uur naar Holland's Got Talent op RTL4. Super leuk programma om naar te kijken. In ieder geval, ik hoop jullie weer te zien bij een gloednieuwe vlog. En dan zeg ik nu zoals altijd, later.